Welkom beste kijkers bij TV Mozaïek. Het is weer tijd voor onze special. Ik heet van harte welkom alle patiënten in het Rijnstatenziekenhuis Zevenaar en alle bewoners van de aangesloten zorg- en verpleeginstellingen in de Liemers. Enkele jaren geleden maakten we een reis door Noorwegen en Zweden met als einddoel de Noordkaap. Allereerst bezochten we de hoofdstad van Noorwegen, Oslo, en reden vervolgens door naar Trondheim. Oslo heeft een kleine 600.000 inwoners en is gesticht rond 1048. In 1624 werd de stad grotendeels verwoest door brand en werd iets westelijker aan de fjord herbouwd. Gezien de grote afstand die afgelegd moest worden, kozen we voor de E6 die loopt van Oslo tot aan de Noordkaap. Trondheim is de derde grote stad van Noorwegen en telt ruim 173.000 inwoners. Uit rotstekeningen in de omgeving blijkt dat er al duizenden jaren bewoning is in dit gebied. Door de ligging aan de rivier de Nidelva is Trondheim een belangrijke havenplaats geworden. De stad is verschillende malen getroffen door grote branden, de laatste keer in 1842. Trondheim heeft een zeeklimaat. De hoogste temperatuur ooit gemeten is 35 graden Celsius op 22 juli 1901. De Poolcirkel in Noorwegen is niet te missen. Er is een bezoekcentrum ingericht waar je na betaling een bewijs kunt krijgen dat je de Poolcirkel bent gepasseerd. Noorwegen heeft alle fjordenovergangen in de E6 met bruggen met elkaar verbonden en is er uitermate trots op. Alleen hier bij Narvik moet nog van een veerboot gebruik gemaakt worden. In de zomermaanden gaat ten noorden van de Poolcirkel de zon niet onder. Het blijft 24 uur per dag licht, een vreemde gewaarwording. Thank you.
Narvik is de noordelijkste stad in Europa met een spoorwegstation en telt ruim 18.500 inwoners. Vanuit de haven van Narvik wordt ijzererts uit Zweden vervoerd. Deze haven is daarvoor uitermate geschikt omdat door de warme Golfstroom de haven niet dichtvriest. De Samen of Sami is van oorsprong een nomadisch volk dat het Noord-Europese Lapland bewoont. Veelal volgden ze de rendierkudde die hun melk, vlees en huiden leverde. Tegenwoordig voert slechts een klein percentage van de Samen nog een nomadisch bestaan en leven ze vooral van de visvangst en de landbouw. Hammerfest is een stad met een kleine 10.000 inwoners. Door de ligging binnen de Poolcirkel gaat tussen half mei en eind juli de zon niet onder en is het 24 uur per dag licht. In de winter, tussen half november en eind januari, komt de zon niet boven de horizon. Eindelijk was het dan zover. Na een kleine 4000 kilometer stonden we op de Noordkaap. De Noordkaap wordt beschouwd als het noordelijkste puntje van het Europese vasteland. Has vanished and left us behind.
Vanaf de Noordkaap gingen we via de oostkust van Zweden terug. Dat het ten noorden van de Poolcirkel ook warm kan zijn, zien we op deze camping in Jokkmokk. Het was toen 32 graden. Jokkmokk ligt in het noorden van Zweden, ongeveer 5 kilometer ten noorden van de Poolcirkel. Jokkmokk kent twee bezienswaardige kerken, de nieuwe uit het eind van de 19e eeuw en de oude uit de 18e eeuw. Ook hier passeerden we weer de Poolcirkel. Malmberget ligt in het noorden van Zweden en is het meest bekend door de ijzeretsmijnen. Het plaatsje telt ongeveer 6000 inwoners. Luleå is een Zweedse havenstad met ongeveer 75.000 inwoners. De haven is in de loop van de tijd steeds verplaatst, doordat het noordelijk gebied van de Botnische Golf stijgt ten opzichte van de zee. Het oude Luleå ligt thans enkele kilometers van de kust verwijderd. Norrköping ligt in het zuidoosten van Zweden en is bekend als een oude industrie-, handels- en zeevaartstad. Norrköping staat bekend als het Manchester van Zweden. Heel bijzonder is het dat er in Zweden cactussen en palmbomen groeien. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up. Chiquitita, you
Heel fijn en heel hartelijk welkom dat jullie hier in Smedeking in Zelm zijn. Dat jullie hiervoor gekozen hebben om hier een opname te maken. En ik laat je met heel veel plezier van alles zien wat hier in het Erfgoedmuseum in Zelm aanwezig is. Het is een erfgoedmuseum, het wil zeggen alles wat in de omgeving aantrekkelijk was voor het museum is hier dus opgeslagen en wordt hier tentoongesteld. Zoals ook deze bijzondere kamer. Deze kamer dat is een gemeentekamer. De gemeente Zelm is in 1 januari 2005 opgehouden met het bestaan van bestuursrecht van het gemeente zijn. Het is opgenomen in de gemeente Bronckhorst. Ja. Op datzelfde moment was ook de Boerenleenbank is Gelderland midden geworden. Op hetzelfde moment hebben ze toen alles de koppen bij elkaar gestoken en hebben gezegd van wat kunnen we achterlaten voor Zelm wat blijvend is. Ja. En zodoende is deze boerderij, die al voor een groot gedeelte ingenomen was door het industrie van Zelm, opgeknapt met sponsors, met de Europese Unie, met de Rabobank, met de gemeente vooral. Is dit tot stand gekomen. Ja. En zodoende is er een blijvend gedeelte Zelm ontstaan. Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. Dat is heel mooi. En zo heeft de gemeente dus de trouwkamer ook aangeboden. De gemeentekamer, hier zijn dus, dit eerste vertrek is dus, is meubilair, behang en de stoelen van de trouwzaal. De trouwzaal van de gemeente Zelm. Ja, de trouwzaal van de gemeente Zelm. En hier is ook weer een trouwlocatie. Dus je kunt als je wilt trouwen, je bent ingezeten van de gemeente Zelm, dan kun je niet op het gemeentehuis trouwen, dat doen ze hier. Dat kan hier. Er is een gelegenheid. Het gemeentehuis is niet meer, maar er zijn nu in Zelm op meerdere locaties waar trouwgelegenheid is. En ja, iedereen vult dat in zoals hun eigen behoefte en eigen behoefte is. Ja. Ik vind het ook mooi om te zien hier. Dus ja, deze stoelen die zijn er ook al vanaf 1950. Ik heb dat zelf ingezeten. Voor jaren terug. Dus zijn stevige stoelen. Ja. Een mooi bijkomend geheel is ook het wapen van Zelm. Ja. Wat in de stoelen staat, wat boven de schouw staat. Het is een ploeg. Het was de ontwikkeling van Zelm. Werd ook in acht genomen met het steken van plaggen en later de ploeg. Ja. 1816 is die ploeg al erkend als wapen van Zelm. Het is een ploeg in de morgenstond. En ik vind het een heel mooi wapen. Ja, morgenstond heeft goud in de mand, ja, toch? Ja. Ja, en het mooie vind ik van het wapen, dat je dat niet alleen op de stoelen, maar je krijgt het ook in het serviesgoed weer terug te zien. In het serviesgoed zit het terug, ja. In de Amstkeer draagt het wapen. Ja. Het zijn verschillende dingen die allemaal het wapen dragen. De toga niet, nee. Maar het is wel een ambtelijke kledij. Het is echt een ambtelijke toga. Een ambtelijke toga. Deze hebben ze toen de tijd, toen jullie getrouwd zijn, ook aangehad? Ik denk het. Ik denk het. Ik denk het wel. Ik had de gedachte me niet helemaal bij, maar dat maakt ook niet uit. Ik heb wel ja gezegd. Ja. De keep die hier gebruikt werd voor de boden, wordt verschillend over gesproken. Soms gingen ze ook wel eens met die keep de mensen tegemoet aan huis die eventueel een betaling moesten doen, zodat de deurwaarder duidelijk zichtbaar was als schrikbeeld voor een ander. Dit is een klepper. Die werd heel vroeger gebruikt in de vorm van het nieuwsgeven. Hetgeen wat gebeurde in de gemeente. Dan kwam de klepper, de dorpsomroepen, kwam dan met een verhaal wat wel en niet goed was. Ja. Het langst werd die gebruikt voor de noodslachting. Als bij een boerderij een koe of een wat dan ook ziek of dood was, dan werd die naar de slagbank gebracht en dan werd smiddags bijvoorbeeld werd dan het vlees op de slagbank verkocht en dat was voor een hele schappelijke prijs. Ja. Vandaag de dag als een koe iets verkeerd kijkt, dan moet die helemaal weg afgevoerd worden. Is, ja. Maar vroeger werd er wel beslist wat nog eetbaar was en dat was vrij snel heel veel. Ja. Dus daar werd dit ding voor gebruikt als
Om inderdaad van alarm, alarm. Laat eens horen. Werkt het nog? Laat eens horen. Het werkt nog. Ja, natuurlijk. Daar reageren ze dan nog wel op. Dat is... Ja. Dat is dit. En voor de rest, dan zou ik zeggen, ga mee, dan gaan we verder. Ja. Door het museum. En dan gaan we hier van de gemeentekamer naar de keuken. Ja. Het grote centrum van de boerderijen. Ja. Waar alles werd gekokstoofd. Nou heb ik hier nog wel even. Ik bedoel, ik vind het ook prachtige vitrage. Tegenwoordig hebben ze dat ook niet meer zo mooi. Dit is toch ook authentiek van toen de tijd? Ja, dit is authentiek vitrage. Ook met de plank erin. Om het fatsoenlijk te laten hangen. Ook vanwege de hoge ramen. Ja. Vroeger had men de hoge ramen, de diepe ingang naar de woning moest veel verlicht worden. Ja. En op die manier werd dan de zon geweerd en het bleef mooi hangen. Ja, mooi strak. Ja. Ja. En dit was wat de dames gewoon huisijver. Dat is huisvlijt, ja. Dan zijn we hier in de keuken, begrijp ik. Hier zijn we midden in de keuken, in de centrale, in het hartje van de boerderij. Ja. Ja, hier komt 's morgens alles bij elkaar. Ja. Het is ook makkelijk. De beddenkast staat daar. Dus het was uit bed en aan het werk. En je zegt de beddenkast, dat is geen bedstee. Komt dat omdat er deurtjes voor zitten? Dat zijn deurtjes, ja. Een bedstee heeft een gordijntje. Ja. Achterin de beddenkast, daar staat hangt wel een gordijntje. Ja. En dat was ervoor, dan konden ze over de deel kijken hoe of de situatie was in de nacht. Of er iets... Ja. Wel of niet goed was. Ja, en wat smalletjes allemaal, hè? Het is allemaal smalletjes, ja. Vaak dan werd ook die onderkant, die werd ook gebruikt voor allerlei doeleinden. Ja. En het was ook zo dat de natuur nog een grote rol speelde vroeger. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld wel eens even geen plek was voor een baby. Dat er dan een babytje ondergeschoven werd. Misschien werd wel, was dat misschien wel het ondergeschoven kindje. Het ondergeschoven kindje, ik weet het ook niet. Ja. De boerin die had het heel druk. En de boerin had het ook voor het zeggen in de keuken. Haar domein? Ja, nou, dat was 's morgens met het opstaan en met een heleboel dingen had ze wel heel veel werk. Maar ik denk toch tegen 9 uur, als dan 's morgens alles bij elkaar kwam, dan kwam de hele familie kwam aan tafel en er was opa en oma weer bij. En eventueel een ongetrouwde zoon of dochter kwam erbij. Iedereen had zo zijn mening. Ja. En op die manier had dus de boerin wel of niet veel te zeggen. Ja. Misschien wel. Ja. Met inbreng van iedereen. Ja. Ja, zo werd ook 's middags weer om 12 uur, dan kwam alles bij elkaar om te eten. Ze waren naar vaste tijden gebonden. Om 4 uur terug, om na die tijd weer naar de boerderij te gaan voor het melken, voor oogsten, voor alles en nog wat. Hm. En in de zomer, ik weet niet of het nu in de winterdag ook is, maar dan werd altijd hier vanaf de kerkklok om 9 uur, dan luidt de papklok. En dat was ook een tijdaangeving dat het 9 uur was en er werd een menige boer... En knecht hield daar rekening mee dat de papklok kwam. Dan werd er gestopt op de boerderij, dan ging men naar huis. Dan werd er een papje gegeten 's avonds en ging men naar bed. Om 9 uur. Waar de papklok vandaan komt, één zegt het is een kerkelijk gebeuren. De ander zegt de stadspoort gaat dicht. Maar dat zou vroeger wel zo geweest zijn. Ja, maar vroeger, Selm heeft nooit geen stadspoort gehad. Maar de papklok die is nu nog, s'avonds om 9 uur. Dan gaat de klok en jullie gaan allemaal netjes in de pap en dan naar bed? Nou, dan zeggen ze, nee, we horen het niet meer. Of we pakken gewoon om 9 uur lekker een borrel. Ja, dat is heel wat anders als die kennemelkse pap. Ja. Ja, dat is prima. Als zij met de stappen en van alles bezig was, en daar kon ze ook nog eventueel de baby nog heel handig met de voet ietsje bewegen. Schommelen. Ja. Dat het weer rustig werd. Ja. En voor de rest het kabinet. Het pronkstuk van de boerin, denk ik. Van de boerin. Het was de bedoeling en het was ook wel een eis dat de bruidegom die op de boerderij kwam tijdens het trouwen en voor het trouwen zorgde dat het kabinet 24-delig, 12-delig was en het nodige ongebleekte linnen aanwezig was. Ja. Dus dat was een hele partij
De bruidegom zorgde voor de inboedel, de bruid voor de overkapping, voor het onderdak. En zo op die manier waren er hele strenge plichten. Ja. De buurvrouwen die kwamen dagen tevoren, voordat de bruiloft was, keuren of prijzen van het kabinet, van het linnengoed. Ja. Zo werd op die manier werd meteen al werd de bruidegom al behoorlijk in zijn richting geschoven, zoals het hoort. Werd het vroeger nou ook allemaal zo met linten en met strikken bij elkaar gebonden? Ja, ja, yes, ja. In mijn kas is dat niet meer hoor. Nee. Nee, maar de strijkijzers die lijden, hebben ook niet zoveel meer te doen. Nee, ik vouw goed op. Ik vouw ook nog wel mee, ja. Ja. Hier liggen die ongebleekte linnen. Het zijn lengtes van rond de 12 meter. De breedte van zo'n lin, van zo'n linnendoek, dat is een elle. Ja. Een elle, dat is van de elleboog tot de vinger, dat is 69 centimeter. Ja. Dus ze konden zo meten. Ja. En voor de rest het bruidstasje, bruidskistje. Ja, staat er nog bovenin. Wat er bovenin zit. En niet te vergeten, de Bijbel. De Bijbel, ja. Ik zie hem. Ja. Ja, bij mij heeft de Bijbel niet zoveel te lijden als de auto. Ik denk bij meer mensen niet. Ja. Dit is het kastel erbovenop. Ja. Werd vaak aangevuld met zand, zodat hij niet eraf waaide of eraf met de stoot. En de vloer is ook authentiek? Ja, die vloer is authentiek. Ja, het is ook van 1911 is deze vloer. De kachel die is van een andere boerderij hier ingebracht. Ja. Authentiek overgeplaatst. Ja. Dit is aan het... De snottebel. De snottebel. Klein vuurtje erin, zodat iets gelezen kon worden. Ja. Ja, bedoel, als je toch om 9 uur naar bed gaat, hoef je ook niet zo lang te lezen. Ja. Ze leven met licht. Ja, dat is wel. Ochtends ook weer vroeg op. Ja. En hier een orgel, hoort dat ook inderdaad in de keuken van een boerin thuis? De meeste grote boerderijen hadden allemaal een orgel. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ze was van huis uit was men allemaal kerkelijk opgevoed. En dat orgel werd wel gebruikt als een dagelijks ritueel. Later was het alleen in de weekend. Ik herinner van mezelf dat we zondagsmorgens naar de zondagsschool gingen. En was de dominee van Dijk Stichting had hier in de omgeving dus allerlei veld zondagsschooltjes neergezet. Ja. En op die manier kregen we dus onderwijs zondagsmorgens. Ja. En dan net voor de kerstmis, met kerstmis, dan gingen we naar een van die boerderijen met zo'n orgel. En dan zongen we kerstliedjes op de avond. Ja. Dat we dan kerstfeest hadden in het zondagsschooltje, dan konden we ook dat liedje zingen. Ja, dat was weer heel leuk. Ja, met de chocolademelk, met het kraantje onderaan de melkbus. En speelde daar dan de boerin of de boer in de weekenden? Geen idee? Dat me denk ik dat geen verschil maakte. Denk degene wie het kon. Ja, degene wie het kon. Want het is toch wel een heel mooi stuk om het zo op een boerderij... Maar ja, vroeger hadden de mensen ook geen... Dat was ook geen, wat ze hadden, hè. Dat waren nog wel eens tijden, hè? Ja, ze zeggen wel eens de goede oude tijd, maar je kunt ook inkorten in de... Oude tijd. De oude tijd. Ja, ja. Ik bedoel, niet alles is goed geweest. Maar goed, straks zeggen ze dat over onze tijd, zeggen ze dat ook. Ja, bij ons best zo. Bij ons hadden we niks, maar de buren hadden ook niks. Nee, en je was allemaal gelukkig. Ja, we hadden dat de ruimte. Dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen. We hadden de ruimte. We hadden de ruimte en eten. Ja. Op die manier werd er ook van alles met de seizoenen meegegeten. Het werd van alles wat in de tuin kwam. Hier buiten, daar zie je de grote kruidentuin, de groententuin. Ja, ja, ja. Maar alles waarop... Dat moment aanwezig wat werd gebruikt. Ja, ja. Seizoensgerichte producten. Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Ook zoiets als wat dan gedaan werd, dat was de bloemkool of de spinazie of wat dan ook. Als dat gekookt werd, dan vandaag de dag wordt dat afgegoten in de gootsteen. Nee, er werd vroeger soep van gemaakt. Daar werd soep van gemaakt en vandaag de dag nog... Ja. En de mensen zien het soms wel eens als een afval, maar kwalitatief is het heel goed. Het beste. Vandaag eet je bloemkool en morgen vind je hem in de soep weer. Ja. Maar dit vertellen we niet aan iedereen hoor. Nee, het is wel, het is gezond en ik vind het hoort erbij. Ja, hoort erbij, dat klopt ook. En als je dit aan de jeugd van tegenwoordig vertelt, die kijk je aan van, waar heb je het over? Ja. Ja, ja, die moet niet eens onze leeftijd hebben om het weer te ontdekken. En dit zijn ook speciaal lampen, echt uit
toentertijd. Heeft dat nog enig symboliek hier aan zitten of zo? Ja, die symboliek, dat is dus een bootje. De vooruitgang, voor de vooruitstreving. Veel is wordt uitgestraald als vooruitgang, als aanpakken, verder gaan. Ook hier een randverwerking. Ja. De randverwerking. Ja. Soms hangen er wel eens kraaltjes aan, maar dat is een eigen. Ja. En dan dat bovenste kapje, dat moest dan naar beneden als het licht ging doven. Ja, ja, dat kelkje, ja. Dat zakt hier op het glas en dan dooft het. En dan was het 9 uur, dan hadden we de pap op en dan ging dat ding naar beneden. En dan was het, kom moeders de kast in. Ja, ik snap hem. We zijn hier in de linnenkamer, denk ik, of zo. Ja, dit is de linnenkamer. Hier zijn diverse kledingstukken, knipmutsen in allerlei kwaliteiten en waarderingen. Men ziet dan aan de knipmutsen hoe goed of je het hebt, hoe grover het gehaakt is, hoe grover het borduurwerk is, of het kantklossenwerk, hoe fijner, hoe duurder. De knipmutsen zijn zeer gevoelig. Ze kunnen heel moeilijk gewassen worden, ja. Stijven met een... Ja, een soort suikerwater deed men daar. Ik zie daar ook zwarte kappen. Dat zijn echt voor een begrafenis? Onder andere. Ze werden nog gedragen. Het zijn gehaakte kappen. Die werden gedragen onder de knipmuts. Dat de knipmuts niet het haarvet kreeg. Ja. En zodat men de muts kon beschermen. Hier de kappen. De onderste randen. De onderste randen, ja. De tulle, zoals ze dat noemen. Ja. Ja, die worden heel verschillend. En in kwaliteit aangegeven. En ook in... waardering in fijnheid. Ja. Nou zien we hier natuurlijk ook een prachtig paar. Zullen we daar gewoon het burgemeesterspaar, burgemeester met zijn vrouw noemen? Laten we dat maar doen. Ja. Maar ze zijn wel in de trieste kleding. Ze zijn zogenaamd in het kistentuig. Ze gaan naar een begrafenis. Ach, wat triest. Ja, dat is triest. Je ziet mevrouw hier in een pelerin met een liefken eronder. Ja. Het is haar kleding. Ja. De man in het zwart. Met de pastron eronder. De mannen hadden het vrij makkelijk. Ze konden een beetje de kleding losmaken en het kleine keepje erop doen. Ja, dan waren ze klaar. Hè? En dan waren ze al gekleerd. Ja. Het doodskleerste was ook al iets dat moest bij de bruiloft al aanwezig zijn. Het mocht niet klaar zijn, want dan... Dien je dood te gaan? Dan dien je dood te gaan. Ja. Maar in ieder geval, ze noemen het hier het verhennekleed. Ja. En dat zijn landelijke uitdrukkingen, of streekuitdrukkingen. Hennen, hunnen, betekent dood. Ja. Hij is ver dood, henne dood, verhennekleed. Ja. Hij is henne gaan. Ja. Hij is henne gaan. In Groningen, Friesland, Drenthe zeggen ze hunnen. Hij is naar hunne bergen gegaan. Ja. Komen allerlei verbasterde woorden komen weer samen. Ja. Ja. De kast die werd wel op een voetje gezet om hem droog te houden. Ze hadden hier in de winterdag veel last van vocht. Dan kun je weer de schoenen onder zetten. Is dat ook weer geregeld? Op allerlei manieren. En dit is ook nog een japon wat in een rouwperiode gebruikt werd? Dit is een dagelijkse kleding. Oh, dus als mevrouw burgemeester weer thuis kwam, dan ging de pelerine af en dan kleedden ze zich om daarin. Dan konden ze zich daarin kleden. En... Ik ben hier bij een kastje aangekomen. Dat is toch eigenlijk een geweldig iets voor de dames onder ons. Ik zie hier een doopmutsje voor een meisje. Hebben ze allemaal zelf in elkaar geprutst. En dan heb je hier doopmutsjes voor een jongetje uit 1912. En het doopmutsje voor het meisje is van 1956. Het zijn werkstukken van de naaischool van 1920. Dus we zien hier ook kleine broekjes en jurkjes. En één vakje naar beneden, daar kun je inderdaad ook zakdoekjes zien. En ik weet niet zo goed wat dat is, maar ja, dat is ook een lapje wat ze bewerkt hebben. En hier een echt handwerkschaartje. En natuurlijk een schattig brilletje wilden ze alles goed kunnen zien. En ik denk dat dit het tasje is geweest waar ze al hun spulletjes indelen. Om inderdaad naar de naaischool te gaan om te kunnen werken. Dan heb je hier frivolité.
Dit noemen ze de frivolité spoeltjes, visjes noemen wij ze ook wel. En dat is ook een heel fijn handwerk. Het lijkt een beetje op het klossen, zo heel fijntjes is het wel gedaan. Hiernaast heb je handschoentjes liggen en dat zijn echt frivolité handschoentjes. Nou, dit is toch gewoon schattig om te zien. En dan heb je hier de kleine gereedschapjes die je daarbij nodig hebt. Nu zak ik even door mijn knieën. Dan komen we op een afdeling waar staat dat de luiermand of een kinderbenneke is uit 1915. Zo'n kinderbenneke, zo'n luiermand, daar werden dus de luiertjes voor de kinderen ingedaan. Ja, niet zoals wij dat tegenwoordig hebben met Pampers. Nee. Dat waren gewoon van die katoenen degelijke luiers. Wij, jonge vrouwen, kennen ze allemaal als zijnde fijne poetslappen. Als je ouders ouderwetse luiers gehad hadden, die gebruikten wij inderdaad om weer mee te poetsen. En dat is gewoon ook heel handig. En hieronder hebben we nog een hoedenspanner. Ja, wij kennen tegenwoordig niet meer echt leuke hoedjes, maar ik denk als we naar de koningin gaan, en dan zullen we bij haar in haar assortiment ook beslist een hoedenspanner zien, want onze koningin heeft inderdaad hoedjes op. En dan hier nog een borduurwerkje met hele fijne kleine bloemetjes. En dat heeft denk ik in een spang gezeten, zodat het gespannen is geweest en je daar dan dus ook mooie borduursteekjes kunt maken. Nou, dit is een genot om hierin te mogen kijken, hoor. En dan heb ik hierboven ook nog zo'n kinderbenneke gevonden. Ik ga heel even hier naartoe. Dat was bij de prachtige kappen. Ik haal hem er gewoon even stiekem af, hoor. Ik weet niet of het mag, maar ik zal hem ook weer netjes terugzetten. Kijk, dit is nou zo'n kinderbenneke. Waar al die luiertjes van vroeger ingedaan werden. Dus niet onze Pampers, nee, de luiers van vroeger. Ja, het is geweldig, hè? En als het kindje heel klein is, och, dan kun je hem hier eigenlijk ook wel bij je neerzetten als je buiten zit. Zo groot benneke is het wel. Ik zet hem weer terug voordat ze me dadelijk wat doen. Ja. Nou, ik heb hier de linnenkamer nu wel gezien. Oh, ik zie hier nog zo'n prachtige kast. Ja, jullie moeten toch echt allemaal hier zelf naar Museum Smedekink in Zelm komen kijken. Want ik kan het allemaal wel vertellen. Nou, hierboven heb je ook weer, even kijken, ik denk dat het kantkloswerk is. Het zou ook frivolité kunnen zijn. Nou, het maakt ook niet zo heel vaak. Ja, het is toch wel frivolité. Hier heb je ook weer een frivolité spoeltje. Wij zeggen tegenwoordig ook wel dat zijn visjes. En hier natuurlijk achter, tegen de wand, hebben ze een borduurwerkje gemaakt en dat noemen ze de stekenlap van vroeger. Dan heb je bovenaan de stiksteek, daaronder zit de steelsteek en voor de rest zitten er allemaal hele spannende steken waarvan ik niet zo gauw kan verzinnen hoe het heet. Dus ik zou gewoon zeggen, mensen, pak de auto of de fiets en kom hier naar Zelm. Hieronder heb je nog een hele grote lap. Hoe dat handwerk heet, weet ik niet, maar volgens mij halen ze daar draden eruit. En dan gaan ze daar inderdaad met weet ik veel wat voor spannende steekjes wat doen. Hieronder heb je nog de smoklapjes liggen. Dat was een hele klus. Dan moet je met rijgaren alles bij elkaar doen. En vervolgens ga je daar weer met een speciaal borduurgarensteekje ga je dat bij elkaar doen. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Maar vroeger hadden de meisjes nog wel eens japonnetjes aan. En dat ze bij de borst hadden ze zo'n stukje wat gesmokt was. Helemaal bij elkaar gerimpeld ziet het er dan uit. Je hebt niet een meter stof nodig, maar wel wat extra's. Nou, dan hebben we hier dan nog eigenlijk een couvert voor een kindje. De schuif, waar je het eten dus mee op het bord naar voren kunt schuiven. Een vorkje en een lepeltje. En natuurlijk een bekertje voor het kind. Ga ik weer wat verder door mijn knieën, dan komen we bij hele mooie tegeltjes uit. En ook weer daarboven hangt weer een prachtig, dat is echt beslist een antiek tafelkleedje. Dit is de keuken met de kelder en de bakoven. Ja. Een oude fornuis. Ja, hier werd vroeger ook alles ingeschoven. Ook ja. Brood en cake werd zo gebakken, toch? Zo gebakken, ja. En de diepte met de ringen. Hier de. Ja. Er werd de warmte mee bepaald. Ja. Maar als je de ringen hoger zette, dan kon je die
deze diepte erin zetten. Ja. Met de eerder warm. En de worsten en de spekken en de hammen. De wemmen, ja. Met de vlees gehaven. Ja. En het eruit gehaald. Naar het slachten. Ja. Als het erg warm was in augustus, dan begon dat te lekken. Ja. Ja, dan kun je het ook opeten dan. Ja. Nou. Koffiebonen, brander. Ja. Ja, fornuis en wat allemaal, briketten. Tinnen bestek zo te zien, hoor. Ja. Ja. Tinnen bestek. Ja. Je hebt wel eens dat iemand met de handen kijkt. Ja. En denkt van, ach, die had ik nog niet. Je bak hoor. En er wordt nog wel eens echt in gebakken? Er wordt nog wel eens symbolisch in gebakken, omdat wij hier nu een rieten dak hebben. Dus het mag niet meer van de brandverzekering. Ja, dat is ook wel goed ook. Want het berkenhout wat erin gestookt werd, ja, dat vonkt nogal en dat gaat naar boven en dat valt op het dak. Ja, dat moet je niet hebben. Dat is maar het wordt wel symbolisch nog gedaan, ja, maar je mag niet het grote vuur misstoken. Nee, dat moet je niet doen. En hier is dan de kelder. De kelder met de ondiepe kelder. Met alle wekpotten? Met de wek en de wintervoorraad. De spekkuip, veel werd ingezouten. Ja. En de kelder die was ook ondiep vanwege het hoge water hier. En vooral in de winter staat het water, stond hier hoog en kon niet weg. Ja. En het was heel duur om een kelder te maken, om een waterdichte kelder te maken. Dus zo'n kelder werd ondiep gemaakt en daarbovenop kwam dan de opkamer. Dan liep je een halve meter of dan liep je schuin naar boven. Trappetjes, ja. Dan kwam je bij de slaapkamer. Ja. Maar alles moet geregistreerd worden. Jeetje. Om de herkomst veilig te stellen. Veilig te stellen. Deze special werd gemaakt door een aantal vrijwilligers van TV Mozaïek. We hopen dat u genoten heeft en we zien u graag een volgende keer weer terug.